Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube Mensen. Tijd voor 21 december. En ook je denkt, ja dus, Beer Adventskalender. Ja, dit jaar van Beer in a Box uit Alkmaar. Ja, zeker weten, prachtig, echt. Prachtige box. Met een kalender en nog een kalender. De ene kalender betreft chocolaatjes met een... Nee, ik kan hem wel laten zien natuurlijk. Chocolaatjes, ja. Maar als je hem dan openmaakt, heb je een QR-code. En die kan je scannen en dan zie je precies welk bier je hebt en uitleg daarvan. En met het symbooltje. En deze keer is dat een tapkraam. Als ik het goed heb, even kijken. Ja, tapkraam. Zijn wij aangekomen op 21 december. En dan zoek je dat tapkraantje op in de doos, de bierdoos. En dan vind je dus 21 december. En dat is... Oelala. Ik ben heel erg benieuwd. Van deze brouwerij. Schijnbaar hebben ze een ding aangepast. De R, dat streepje hebben ze weggelaten. Check it out. Het is nou een beetje een soort bliksem, lijkt net. Of een R zonder streepje. Zoals je kan zien... Rock City Brewing met hun Santa Says Summer Sucks Winter Double IPA 9,5%. Check it out. What? Yum. Ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Wat staat er allemaal op? Er staat op... Rock City brouwt mooie originele kraftbieren. Onze progressieve brouwers... bezorgen jouw creatieve brouwsels, barstens vol smaak en beleving. Stoer en eigenwijs, net als jij. Stoer sowieso, eigenwijs. Soms, niet altijd. Even kijken. Santa Says Summer Sucks. Deze dikke double IPA is een grote hit op de Noordpool. En normaal alleen verkrijgbaar voor de kerstman en zijn elfen. Cool. Nu exclusief ook voor lieve bierdrinkers. 9,5%. Ziet er echt heel goed uit. Ziet er echt heel cool uit. Rock City, wederom, top. Althans, we gaan hem inschenken. Laten we hem openmaken. En ik ben benieuwd wat deze jongen gaat doen. Jawel. En ja, de double IPA's van Rock City. Oh mensen... Kent u de Wally nog? De Wally Wally, dat was een double IPA. Oh, die was zo goed. Ik ben echt heel benieuwd hoe deze... Oh, ik ben gewoon... Here we go. We schenken hem lekker in. En nogmaals, de jongens, de mannen van Rock City Brewing, die kunnen echt brouwen. Dat zijn echt wel brouwhelden. Tenminste, houdbaar trouwens tot oktober 2022. Ik ben heel erg benieuwd. Schenk hem gewoon helemaal uit. Uiteraard. En kijken wat hij doet in de neus. Here we go. Oh, lekker. Lekker. Fruity. Moet ik wel zeggen dat hij... Hij is kraakhelder, hoor. Check it out. Hij is echt kraakhelder. Als je goed kijkt, zie je mezelf er doorheen. Hij is echt helder. Witte schuimkraag. Echt nogmaals mega helder. Echt zeker niet hees voor deze. Winter Double IPA. Of Dipa. Kan ik ook noemen. Laat snel naar de smaak gaan. Of sorry, naar de geur gaan. Dat is gewoon maar bezig uiteraard. Tropisch fruit. Harsig. Vol. Doet me toch wel een beetje denken aan... Ja, toch eigenlijk ook wel een beetje triple IPA-achtig. Weet je wel, die geur, een beetje harsig, kent u dat? Jawel, hè? Maar even goed, hij is 9,5%. Dus hij is wel triple IPA waardig qua alcoholpercentage. En misschien omdat het een winter double IPA is, is het... Ja, wellicht is dat dan... Dat hij misschien iets zwaarder is. Ik ben benieuwd wat de kerstman hiervan vindt. Want dit drinkt hij alleen maar met zijn elfen. Rock City Brewing. Here we go. En nogmaals, beer in a box. Hartelijk dank. Cheers.
mango, persik. Heel licht ananas. Echt. Oh, lekker doordrinken. 9,5% mensen. 9,5% gevaarlijk bier. Een heel gevaarlijk bier. Waarom? Hij drinkt te soepel. Of nou, niet te. Hij drinkt vrij soepel. En 9,5%. Ik denk als je deze proeft. En je hebt deze ook. En je drinkt deze. Dat je dan denkt van. Wow. Gevaarlijk. Ik denk dat je denkt van. Ik kan hier makkelijk 4 van opdrinken of zo. Als je dat doet, dan loop je daarna naast je schoenen, letterlijk. En dan val je ook. Bam, weet je. Dat gevoel. Je merkt wel een afdronk. Er zit wel, je merkt wel dat hij 9,5% is. Maar in de voorgrond is gewoon mega fruitig. Vol. Zou je niet zeggen dat hij 9,5% is. Echt niet. Echt niet. Gevaarlijk. Gevaarlijk. Heren van Rock City Brewing. Cijfer voor dit bier. 8. Ik krijg van mij een 8. Ik hoop dat jij deze vindt. En althans, als hij in jouw box zit, dan vind jij hem. Op 21 december. En dan hoop ik ook dat jij er net zo van geniet als ik. Ik ga hem lekker rustig aan opdrinken. Meer kan ik niet doen. Genieten van het bier. Geniet van het leven. Het is al zwaar genoeg in deze harde lockdown. Zeker weten. Laat even weten wat jij ervan vindt. Als je hem hebt gehad. En laat sowieso wat weten. Stuur even een appje, berichtje, wat dan ook. En stuur het ook naar je vrienden, familie, kennissen, wie dan ook. Mensen die alleen zijn. Vooral rond deze tijd. Dat is belangrijk. Denk aan elkaar. In deze moeilijke tijd. Ik weet niet of je nog kijkt. En je dit hoort. Maar als je nog kijkt. Alsjeblieft, doe dat. Kom maar langs. Kan gebeuren. Denk dan vooral aan elkaar. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En ik hoop jou zeker de volgende keer weer te zien. Cheers.